abonnee. Ja, wacht, ik ben er. Ja, Nee. Ja! Maar nu is het tegen elkaar. Yes! Oh, 3, 2, 1. Bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Lee. En schijnt de zon niet te veel in je ogen? Nee, ça va wel. Anders geef ik je ook een petje. Nee, ik heb dat wel graag. Ah, oké. Een beetje breder. Je wordt daar echt gelukkig van. Ja. En weet je waar we nog gelukkig van worden? Nee. Van jullie steun, want we hebben 250.000 abonnees behaald. Dat was vuurwerk. Ja, we hebben geen vuurwerk, want alle winkels zijn gesloten. Ja. Dus. Maar dank u wel, jullie zijn echt de allerbeste. Yes. En voor uw verjaardag. En wij hebben beloofd 250.000 abonnees is een nieuwe giveaway. Maar de nieuwe giveaway heeft een beetje vertraging opgelopen. Dus die komt zondag in onze nieuwe video. Het is echt een zotte giveaway. Yes, dus abonneer zeker als je nieuw bent, dat je niks mist. Zet ook een belletje aan, zodat je als eerste de giveaway kan zien. En vandaag is het tijd voor aflevering nummer 2 van Celine versus Michiel. Wie heeft de vorige aflevering gewonnen? Ja, Celine. Ja, okay. Nog een applausje. Ja, ik ben aan het filmen, dus ik moet zo grappen. Ja, de vorige challenge was dus een voetbalchallenge. Ja, maar vandaag heeft Celine gewonnen. Ja, dit is echt erg. Vandaag gaan we elk 3 TikTok lifehacks testen. Ja. Dus je weet, op TikTok staan er zo rare filmpjes. Ja, ja. Wij gaan vandaag kijken of ze echt zijn, ja of nee. Ja. We hebben dat al 1 keer gedaan, toen hebben we samengewerkt. Maar nu is het tegen elkaar. Yes, en dit wordt super spannend. Yes. Vandaag doen we elk 3 lifehacks. Okay. En de persoon met de meeste juiste lifehacks, want sommige zijn fake. Ja. Die wint deze challenge. Oké, ik heb er echt heel veel Maar ik ga vandaag echt revanche nemen op jou. Terugpakken. Ja, oké. Terugnemen. We gaan eraan beginnen. Yes, let's go. Maar voor we verder doen met deze video, hebben we een vraag voor jullie. Op 6 april verjaar ik. Mm-hmm. Ik ga alleen thuis zitten op mijn verjaardag. Oh, niet alleen? Nee, maar ik bedoel geen feestje. Ah ja, geen feestje. Oh. Sorry. We bouwen ons eigen feestje. We hebben een vraag voor jullie. Ja. Hoeveel jaar word ik? Het juiste antwoord krijgt een hartje. Ja. Oké? Okay? Ik weet het. Dus laat weten hoeveel jaar ik word op 6 april en misschien krijg je een hartje. Ja. En dan hebben we nog iets leuks, want we hebben van Rexona de nieuwste deodorant gekregen. En naar het schijnt, als je die gebruikt, ruik je... super fris. Ga ik dat eens testen? Doe eens, test. Ik ga dat gewoon eens zo. Oh, je moet dat wel onder je oksels doen, hè? Maar ik heb al deo. Ruikt het lekker? Ja, toch? Ja? Ruik eens. Ruik je dat niet? Ik ruik het zijn neus heeft verstopt. Maar, dus... maar nee, doe het eens onder je oksels. En dan ga ik na de video, op het einde van de video, testen of je goed ruikt of niet. Ja, oké. Okay. Ja? Ja. En hoe voelt het koud? Ja, fris. Het ruikt wel echt heel lekker. Ja? Ja. En we hebben nog superleuk nieuws voor jullie, want er is een nieuwe collectie beschikbaar op onze semi-shop. Jullie zien het hier. Maar ga een kijkje nemen na deze video, alsjeblieft, want het wordt nog superleuk. Dus we hebben de witte hoodies. Dankjewel. En de rode shirts. Cool. En het logo is nu ook kleiner voor de verandering. Alright, ik ga eraan beginnen vandaag. En we hebben dus elk 3 lifehacks. Heb je er al 3? Ja. Oh ja, ik heb er ook spannend. Maar we gaan niet zeggen tegen elkaar. Nee. Hè? Jullie zien mijn eerste lifehack nu ergens in beeld. Ik weet niet waar, maar jullie zien het ergens. En daarvoor heb ik dus dit nodig. Tape. Een schaar. Een ballon. En een tandenstoker. Oeh. En naar het schijnt, als je deze ballon vult met water, wat ik direct ga doen, en dan prik je erin met een tandenstoker, dan gaat dat water zo bevriezen eigenlijk. Ja, ik heb al gezien op TikTok. Op TikTok bevriest het, maar in het echt ook. We gaan het testen. We doen zo. Hopelijk popt hij niet direct. Uh-oh. Ja. Ga je een waterballon maken? Ja, dat moet. Oké. Het moet wel echt veel water in. Dit is super spannend. Wow, die is al super rood. Oké, wacht hè. Oh-oh. Let op dat niet al dat water. Nee. Oh, goed, Michiel. Kijk eens aan. Oh. Dit kan ik echt niet, zo. Knopjes leggen. Ja. Oei. Zeker niet als het nat is. Ja, wacht, ik ben er. Ja, ik ben er. Oké. Dit is gevaarlijk. Dat is echt super zwaar, hoor. Is het iets als ik mijn pet zo zet? Ja, dat is wel cool. Voor deze lifehack. Ja, wauw. Oké. Ik heb dus de ballon en ik moet het in dit leggen. Ah ja, oké. Okay. Hopelijk popt hij niet. Oeh. Hey. Ja, hij is nog oké. En dit gaat wel even duren.
laatste plakkertje. Oké, het ziet er goed. Boom. Okay. Voilà. En normaal gezien, ik ga hem zetten. Oké, ik ga wel afstand houden. Als dit werkt, is het wel 1-0 voor mij. Ja. Oké? En jij moet goed inzoomen, dat je ziet dat het echt bevriest. Oké. Klaar? Ja. Oh, dit is super spannend. Oh. Ah! Oké. 3, 2, 1. Nee! Ah! Oh my god, wat was dat? Ik weet het niet. 3, 2, 1. Huh? Dat bevriest niet. 0-0. Niet het aan mij en ik ga voor de 1-0. Nee, dus niet doen. Be ready. Ik ben wel benieuwd naar je lifehack. Mijn lifehack is, kijk de bottle flip. Ja, iedereen kent dat. Oké, dus dat is wel nog redelijk moeilijk. Soms gaat het makkelijk, maar soms is het al moeilijk. Toris, bottle flip. Ja. Nee. Dat bedoel ik dus. Ik had trouwens ook geen kleine flesjes meer. Maar mijn lifehack is, als je zout bij het water doet, dan heb je altijd een bottle flip. Altijd? Mm-hmm. Oei, oei, oei. Dat wil ik wel nog eens zien. Echt altijd. Oké, doe maar eens. Maar ik weet wel niet hoeveel zout je er moet bij doen. Dus ik ga het pakken. Zo. Is het zout met water of water met zout? Water met zout. Oké. Okay. Oké, okay, zo. Ben je er klaar voor? Ja. Nee, 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 nee. Oh my god. Dat was toeval. Het werkt. Nog eens. Nee, 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 nee. Dit kan echt niet. Het is 1-0. Nog eens, nog eens. 3 op een rij en dan heb je het punt. Kom op. Nee. Nee, ah. Ik ga gewoon niet tegen verlies. En het is 1-0 nu. Om af te sluiten. Malle. Het is 1-0 voor Solé. Ja, ja. Ik ga dat niet in luid roepen. Ja, dat is waar. Want de volgende lifehack heeft met mij te maken. Oh, met jullie jou. Jullie weten allemaal dat ik binnen 1 jaar met een Lambo ga rijden. Oh, ja, alles kan, hè. En vandaag ga ik fictief met een Lambo rijden. Want volgens de volgende TikTok lifehack... Is dit je Lambo? Ja, een soort van. Wow. Met de volgende TikTok lifehack kan je eigenlijk het geluid van een Lambo nadoen met een blikje. Ja, het klinkt raar, maar als je dit blikje dus zo doet, kijk, als je nu zo doet... Dat leek niet echt op een lamp. Was dat savaf niet? Het was savaf, maar het was... Oh, dat is een tractor of zo. Als je nu een blaast, is het zo. Moet je blazen of roepen? Er gebeurt niks. Maar wacht, wacht. Goed kijken. Oh. Het mag wel echt niet kapot. Ja, dan moet je wel voorzichtjes doen. Oké. Er zitten nog geen gaten. Satisfying dingen met Michiel. Klaar? Ja. Wat? Er gebeurt niks. Het mag echt niet breken. Het werkt! Doe een beetje nog meer. 5 minutes later. Ja? Het werkt. Oh, dat kapot. Stop! Alright, dus 1-1 proficiat. Dankjewel, dankjewel. Maar nu is het tijd voor mij, een tweede lifehack. Ja? En wanneer je dit ziet, weet je waarschijnlijk al wel wat ik ga doen. Nee, totaal niet. Zo. In onze vorige video hebben we dat trouwens al eens gedaan, maar zonder een kassa-ticketje. Ah ja, oké. Jullie zien het nu in beeld wat we eigenlijk van plan zijn. Ja. Maar bij ons was het niet gelukt. Nee, en ik zag in de reacties heel veel van jullie hebben gereageerd. Het moet met een kassa-ticketje. Dus... Okay. Oh, wacht. Oh! Oh, het werkt! Ik zag de achterkant niet. Ik zag het niet. Maar het werkt wel echt. Ja, het werkt, maar ik zag het niet. Ik dacht dat het niet werkte. Oh, damn. Wow. Het werkt. En altijd een andere kleur. Ja, nu is het paars. Maar wacht, zou het ooit gewoon weg zijn, het papier?
bij. Nee, want de achterkant blijft ook wit. Dat is wel gek. Ja. Hoe kan dat dan? Dat is raar. Maar het is 2-1, lieve Michiel. Oh, nee. Maar wel een mooie outfit, by the way. Dank u wel. Positive vibes only, maar je zo je wit-zwarte broek. Ja, die. Je ziet er echt positief uit. 2-1 voor Chalene. Wat wil zeggen dat deze lifehack moet slagen? Ja. En om eerlijk te zijn, ik heb er niet veel geloof in. Maar waarom doe je het dan? Ja, omdat het een leuke is. Ik wil het testen. Oh. Ik heb het al overal gezien. Steek je oplader van gsm in een stuk fruit en gsm gaat opladen. Echt? Ik geloof er niks van, maar ik heb een beetje onderzoek gedaan op het internet. En naar het schijnt, met een citroen heb je de meeste kans, omdat die geladen is met zuur. Ja, je lacht. Wat? Ik vind dat ook belachelijk, maar dat stond op het internet. Wetenschap, ja. Voilà. We hebben het geprobeerd met de iPhone van Celine. Niet gelukt. Ik heb een Samsung. Samsung. Ja, ik weet het. Slecht grapje. Ah nee, ik wil gewoon niet verliezen. Maar waarom doe je die? Allee, het moet wel een beetje spannend blijven, hè? Wacht, moet ik dat er gewoon in steken? Dan lijkt dat hij mij laat winnen. Nee, ik laat je niet winnen. Ik doe gewoon leuke TikTok lifehacks. Nee, je moet gewoon dit. Maar dat gaat bam, erin. Dat gaat niet. Kijk. Jawel. Kijk. Harder. Harder. Okay, wacht. Ja, zie je het gaat wel. Oh. Ja! Oh, en laat op! Echt? Oh my god. Nee, is niet waar. Het is gewoon fake. Het is fake. Maar je weet toch wat dat wil zeggen, hè? Dat wil zeggen dat jij gewonnen bent. Maar, moet ik dan zelf nog mijn derde lifehack tonen? Ja, je moet dat doen. Kom op! Mama, het werkt niet! Mama zei, het kan nog werken, maar het werkt echt niet. Dus voor de mensen thuis, steek nooit je lader in een stuk fruit. Want... Is je lader nu kapot? Oh. Eww. Misschien best wel eens afspoelen. Oh. Dat is wel straf. Kruikt. Twee ogen. Oké, 2-1 voor mij. Ja, ik ben dus eigenlijk gewoon aan wonen. Maar ik ga toch nog mijn derde lifehack tonen. Proficiat. Zeg nog eens. Proficiat. Ah ja, dat klinkt wel echt goed. Wauw. Tweede week op prullen, gewoon weer. Nee. Zalig. Laat ook weten welke opdracht we volgende week moeten doen, ja. Want volgende week wil ik echt winnen. Oh. Ja, maar och, Arme, nu krijg ik wel een beetje medelijden. Kom er gewoon voort! Oké, derde lifehack. Ik heb dus gezien, als je een ballon opblaast, of, ja? Kan je gewoon kapot prikken. Ja? Maar er is een lifehack als je zo een schil van een sinaasappel snijdt en dan zo... Toon het gewoon! Wacht, jullie zien het nu in beeld. Oké. Dus ik ga daar een stukje van snijden. Zo. Zou je niet eerst je ballon opblazen? Ja, ook. Oh. Oh, je wordt echt rood. Ik ben hier zo slecht in. Ja, precies. Oké, wacht, ik ben er bijna. Dat kan ik trouwens wel goed zeggen. Ja, ik ben er. Dus, we leggen de ballon hier. En als ik zo, ja, hoe noemt dat? Sinaasappelsap. De schil? Ah, sap, nee, ja. Sap, ja. Ja? Sinaasappelsap. Voilà, erop komt het klopt. Oh, nee. Pas op, hè. Maar waarom van een schil? Hier zit er toch geen sap in? Misschien moet ik het zo doen. Oh, dat was wel veel, maar het werkt dus echt niet. Dat was superveel. Mijn hart. Dit is fake. Wat wil zeggen dat je echt nipt gewonnen bent, hè mevrouw? 2-1. Maar gewonnen is gewonnen. Dus de winnaar. Oké, ik moet je proficiat wensen, ja, met je overwinning. Proficiat. Maar wie? Proficiat Celine. Ik moet nog één ding zeggen. In het begin van de video hebben we deze nieuwe Rexona geprobeerd. Ja. En... Ga je ruiken? Oké, hij ruikt echt wel lekker. Om te eerlijk zijn, ja. Ja. Ofwel ben jij het gewoon. Is het je lichaamsgeur die sowieso al lekker is? Dat kan ook. Alright, voor jullie laat zeker weten in de reacties welke opdracht wij volgende week tegen elkaar moeten doen in een nieuwe aflevering van Celine versus Michiel. Oh. Vond jij het leuk vandaag? Heel leuk, want ik ben alweer gewonnen. Proficiat, ik vond het ook leuk. Ja, dankjewel hoor. Jullie bedankt om te kijken. Hopelijk vonden jullie het even leuk als Celine. Vergeet deze video niet te liken, te abonneren. En wij zien jullie in de volgende video. Peace! En de giveaway komt zondag!